Is Mark Koeken van Omega Pharma een ziener of laat hij zich bij zijn nieuwe bedenksels fout omringen? Zijn E-Waves phone chip tegen mogelijk schadelijke stralen van de GSM is bijzonder omstreden. Absolute scepsis uit wetenschappelijke hoek en zelfs hoongelach zijn zijn deel. Ter zake vroeg aan een stralingsexpert van de KU Leuven om de chip uit te testen, Jasmin Dieles. Een glunderende Mark Koeken van Omega Pharma afgelopen dinsdag bij de voorstelling van zijn nieuwe geesteskind, de E-Waves phone chip. Je hebt de stralen waarmee je belt en daar worden dan op het moment dat je die ontvangst hebt nevenstralen gecreëerd die hoogfrequent zijn en die schadelijk zijn. En die heb je niet nodig voor te bellen. Dus ze hebben iets moeten ontwikkelen, ze hebben daar 6 jaar op gewerkt, waardoor dat je de stralen die je nodig hebt voor te telefoneren volledig doorgelaten worden. Je belt met dezelfde kwaliteit en al die nevenstralen geneutraliseerd worden. Maar werkt het? Professor Van den Bos, stralingsdeskundige aan de KUL, is sinds gisteren bezig om voor ons de chip te testen. Dus nu gaan we de gsm zonder chip eigenlijk hier leggen. En dan moet Vladimir gaan telefoneren. Hier ziet u de frequentie op deze as, hier ziet u het niveau. En wat we eigenlijk doen is die niveaus op die frequenties gaan vergelijken in het systeem zonder chip en in het systeem met chip. En dit niveau is een maat voor de hoeveelheid straling in dat kanaal. Ja. Ziet je? En nu gaan we de telefoon met chip uitmeten. We gaan eigenlijk deze telefoon hier op deze manier opleggen. En dezelfde meting doen als daarnet. Binnen deze band zien we dus wat er gebeurt. En ja, daar moeten we uit concluderen dat daar eigenlijk, ik zou niet zeggen een bewijs, maar een aanduiding is dat er eerder een lichte verhoging is. Zonder chip, dat is met chip. En wat u ziet is eigenlijk, hier liggen de niveaus een ietsjes hoger dan zonder de chip. Hoger stralingsniveau met chip? Hoger, ja, hoger. Maar daar zou ik niet te veel drama rond maken, omdat die verhoging is ook eigenlijk maar heel weinig. Maar het is in ieder geval niet lager. Nee, het is niet lager. Maar je hebt ook een fout op het meetsysteem natuurlijk. Dat kun je nooit uitsluiten. Dus ik zou daar geen drama van maken. Eigenlijk mijn bewering dat het bijna niks doet, dat zou dan de conclusie zijn. Ja, dus de chip. Dat het niks doet binnen deze gsm-frequentieband. Mijn bevindingen zijn dat eigenlijk als u de chip aanbrengt op basis van deze metingen, binnen de gsm-frequentieband, waar men normaal deze straling opmeet, dat dan geen vermindering is, maar eerder een neiging tot lichte vermeerdering. Is die chip dan zo'n 39 euro waard? Daar ga ik geen uitspraak over doen. Ik zou hem niet kopen, dat kan ik wel zeggen. Ja? En uit deze metingen blijkt dat hem niet werkt. Ieder moet zijn eigen conclusie trekken. Hè? En we hadden Mark Koeken uitgenodigd, maar hij wou nu liever niet komen. Hij heeft ons wel laten weten dat hij blijft geloven in zijn chip, maar, en dat is nieuw, hij laat alles nu opnieuw uittesten met andere mensen, andere gsm's en in andere ziekenhuizen. En als hij de resultaten heeft, komt hij ze hier toelichten, zelfs als blijkt dat zijn chip echt niet werkt. Ja, in ieder geval, de nieuwe testresultaten moeten er zijn tegen begin volgende week. En dan is Mark Koeken uiteraard van harte welkom. En met of zonder chip toch een heel ontspannende avond. Tot morgen.